will be leaving from platform one. Tijd voor een nieuwe editie van de Achterhoekse Artiestentrein. Iedere zaterdagmiddag zo rond 14:15 vertrekt hij met daarin een nieuwe Achterhoekse artiest. Vandaag komen wij terecht in Hengelo, Gelderland. Patrick Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag, Jo. Welkom in de trein. Ja, dankjewel. Leuk dat ik in de trein mag zitten. Ja, nou, tof. Leuk dat je een kaartje hebt gekocht. Oh nee, gekocht. Ja. Dat je hem hebt aangenomen. Ja, precies. Zo is het natuurlijk. Je krijgt hem gewoon doorgespeeld van een ander. In dit geval van Tijn Spekkink. Ja. Die heeft jou aangedragen. Jij bent van het project De Buffel. Ja. En we hadden het er net in het voorgesprekje al even over. De Buffel, dat is toch ook een trein? Die heeft jarenlang... Ja, ik heb het net even snel gegoogeld. Ja, herkende je hem of niet? Ja, ik ken hem zeker. Ik heb hem vaak dat zien rijden. Ja, precies. Tegenwoordig rijdt hij niet meer. Hij is met pensioen, zou ik maar zeggen. Maar jij hebt het stokje overgedragen qua naam. De Buffel, ja. Jij als multi-instrumentalist, wat is De Buffel precies? De Buffel is eigenlijk een muzikaal projectje van mezelf dat ik in 2017 in Nieuw-Zeeland ben begonnen. Oh. Met het schrijven van eigen nummers en het zelf spelen van diverse instrumenten. Slidegitaar, pedalsteel, basgitaar, zang. Nou, een beetje experimenteren met wat dingetjes. En dat is nou dan 27 augustus met de EP is dat een beetje eruit gekomen. Ja, met de eerste paar nummers. Het gaat een beetje te hard hoor. Ik hoorde Nieuw-Zeeland. Is dat dan, je was daar op vakantie en ineens had je al inspiratie of was je met dat doel naar Nieuw-Zeeland gereisd? Nee, ik zat daar voor mijn opleiding. Ah, en ik zat nog wel in een redelijk afgelegen stukje, zeg maar. Dat is daar niet zo heel moeilijk ook, hè? Nee, dat klopt, dat heb je al heel gauw. Dus ik had wat dingetjes, wat programma's geïnstalleerd op de laptop en ik had een gitaar gekocht daar. En toen ben ik gewoon een beetje aan de gang gegaan en daar een beetje op straat spelen en zo. En eigenlijk is dat een beetje de basis geweest voor dit hele projectje. Oké. Zat je op Noord of Zuid? Noord-Eiland. Oké. Ja, dat is toch even interessant om te weten. Yes, yes. Maar goed, daar is het allemaal begonnen met jouw project De Buffel. Inmiddels dus, je vertelde het al, heb je op 27 augustus, dat is vorige week geweest, die eerste EP gelanceerd. Ja. Klopt. Heb je mooi voor elkaar zo, denk ik. Hoe lang heb je daar precies aan gewerkt dan? De twee nummers daarvan ben ik 2 jaar geleden mee begonnen. En in de tussentijd heb ik ook nog weer heel veel andere kleine stukjes van nummers en demo's gemaakt. Maar ik heb sinds het begin van corona er meer tijd over gehad. En heb ik besloten om er toch maar in 5 nummers compleet af te werken. Waar heel veel tijd in te stoppen. En daar is deze EP uitgekomen. Oké, toch nog 5 nummers erop. Dat is een mooie EP dan inderdaad. Je gaf het al aan, het is de coronatijd waardoor je dan meer tijd hebt. Is dat omdat je dan geen optredens hebt? Of waren er andere zaken waardoor je gewoon tijd genoeg had om nummers te schrijven? Of te monteren? Ja, nou goed, veel optredens werden afgelast ook. Dus daar zit je sowieso wat extra tijd mee thuis. Maar ja, goed, ook je avondprogramma's voor dingetjes, hè. Dingen die je doet, dus daar blijft de tijd over. En ik kan zelf niet zo goed stil blijven zitten de hele avond lang. Ja. Dus het werd tijd om wat meer leven in te blazen in dit projectje. Het bleef altijd wel een beetje sudderen, maar nou werd het tijd om gas te geven. Ja, nee, klopt ook wel natuurlijk. Want als je bij een sportvereniging aangesloten was bijvoorbeeld, dan kon je natuurlijk ook helemaal niks, hè. Dus in die zin had je dan ook meer tijd over, ja. Ja, nou, ik ben geen sporter, dus... Oké. Maar goed. Fout voorbeeld. Ja, precies. Maar goed, daar linkt het buffelgedeelte ook wel een beetje op. Ja, er is nog een ander gedeelte, namelijk de Dudes of Hengel. Misschien dat mensen je daar dan van kennen. Wat is dat precies? De Dudes of Hengel, dat is een akoestisch country rock and roll duo van Mark Ollenhaven en ik. Ja. En daar zijn we 2,5 jaar geleden mee begonnen. Eerst alleen met beide gitaar. En nu spelen we country, klassiekers en eigen nummers. Terwijl we ook drummen, zingen, gitaar spelen, mondharmonica spelen. Van alles tegelijk. Die country klassiekers die je speelt, is dat gewoon omdat je gewoon... Ja, je hoorde ze te weinig? Of was het makkelijk voor jullie om ze te spelen? Nou, er zit inderdaad bij bepaalde country nummers zit er een bepaalde eenvoud in. Wat voor ons makkelijk was om erop in te haken. Maar ik ben al heel lang een countryman geweest, op een jongs af aan. En het is toch wel een beetje een droom geweest. En daar heb ik Mark een beetje mee kunnen slepen om een
Ja, een country bandje oprichten. Omdat daar zijn de doelstellingen uit voorgekomen. En ja, goed. Hij vindt het oké dat je dat andere project ernaast doet? Als zij de buffel? Ja, daar ga ik natuurlijk wel vanuit dat hij dat goed vindt. Oh, heb je nog niet overlegd? Ik heb het niet gevraagd in ieder geval. Heb je niet gevraagd? Nee. Hij weet er wel van, neem ik aan, toch? Ja, zeker. En hij support het zelf ook, want hij speelt zelf ook nog in andere bandjes. We zijn allemaal vrij druk in ons muzikale programma, zeg maar. Ja, mooie uitlaatklep op deze manier natuurlijk. Ja, fantastisch, echt waar. Hey Eva, ja, dit is country. Is dan jouw dat solo-project, is dat ook country? Ja, de bubbel is eigenlijk ook grotendeels wel gebaseerd op country. Een beetje richting Colton Wall, Grantley, Buffalo, Fleetwood Mac. Ook een beetje zweverig tintje, hoor. Een beetje alternatief, een beetje experimenteel. Daar hou ik ook wel van, een beetje prutsen met dingetjes. Maar dan snap ik ook wel waar die naam de Buffel vandaan komt, hè? Met Grantley, Buffalo. Ja, precies. Dat zal daar ergens vandaan gekomen zijn natuurlijk. Ja, inspiratie ook wel een beetje vandaan gehaald, hè. Ja, precies. Mooi, die EP is uit. Waar kunnen we hem vinden, de EP? Want ik heb even zitten googlen, maar er is een enorm professionele website al, als ik het mag zeggen. Nou, dat vind ik heel leuk dat je zegt. Ja, de website, daar zet ik natuurlijk ook een beetje de verhalen en zo, die achter de nummers en zo zitten. Want dat vind ik leuk om te delen. Het is een beetje transparantie wat dat betreft. En de EP is op Spotify te vinden, op Soundcloud, Deezer, Apple Music, iTunes en YouTube. Nou. Met wat zelf in elkaar gepruste video's, zeg maar. Ik moet onmiddellijk aan een steakhouse denken als ik jouw website bekijk zo. Ja, prachtig. Ja. Dat zijn ook mijn favoriete soorten restaurants. Dus daar haak ik graag op in, ja. Soundofthebuffel.com, dat is in ieder geval ergens een kanaal waarmee je wat zou kunnen luisteren van Patrick. Patrick, ja. Dit is de Achterhoekse Artiestentrein. Je kent het principe ondertussen, denk ik wel, dat jij mag bepalen wie dan de volgende artiest is die gaat instappen. Ja. Heb je al enig idee wie dat gaat worden? Ja, zeker. Ik heb de jongens gesproken van de Flying Feathers uit Hengelo, Gelderland. Het is een classic rock bandje met vooral richting de blues en zo. Er stemmen een aantal kameraden van mij in en die schrijven ook hun eigen nummers. Die beginnen ook een beetje aan de weg te timmeren. Dus een goede opvolger zou ik zeggen voor de volgende editie. En we blijven lekker in de buurt wat dat betreft, in Hengelo. Ja, inderdaad. Okay. En de buurman over. Oh, oké. Okay. We moeten dan nog even afsluiten met een nummer van jouw EP. Ik verwacht dat het allemaal wel weer beter wordt, denk ik. Wat denk jij? Ja, dat verwacht ik ook. Wat zo heet het liedje, Ik Verwacht? Ja, het liedje heet inderdaad Ik Verwacht, ja. Kan je er iets over vertellen? Ja hoor, het is mijn eerste Nederlandse liedje. Ik wou eigenlijk met dit akkoordenschema een beetje een Engelstalig singer-songwriter liedje maken, maar ik kwam maar niet met de tekst uit. En het was in de coronatijd, net in het begin een beetje. En ik bleef maar een beetje spelen met de woorden Ik Verwacht. En ik kon er geen goede vertaling op vinden. En toen ik besloot om het toch maar in het Nederlands uit te werken en het op te nemen. En dat klonk eigenlijk best wel leuk. Oké. Okay. En ik verwacht gewoon dat het gaat eigenlijk over dat het morgen weer beter is als vandaag. Net zoals de hele situatie op het moment met corona en andere situaties waar je misschien in bevindt. Ja, dus een mooie gedachte. Je had hem ook terug naar het nieuwe normaal kunnen noemen, maar dan was een stuk langer voor op het cd-hoesje, de titel. Ja, precies. Dat is bij lange na niet zo catchy. Nee, precies. Ook dat weer natuurlijk. En we gaan hem draaien. Nou, helemaal super. Hartstikke bedankt. Succes met je project. Succes met de dudes. Ja, dankjewel, Jorgen. Jij en een mooi weekend. Oké. Okay. Ja. Dag, Patrick. Hoi, hoor. Hoi. Doeg. Dat het allemaal snel voorbij is. Ik verwacht dat het mooie er nog niet af is. Want de dagen worden korter en de nachten worden lang. Maar ik verwacht dat het allemaal snel voorbij is. Straks nog niet te laat is. Ik verwacht dat we dan onszelf mogen zijn. De dag is net als het weer. Je weet niet wat er op je afkomt, maar ik verwacht.
verwacht dat ik straks weer wat mag zeggen. Ik verwacht dat ik dan niet bang hoef te zijn. Waarom maakt hij ons zo druk, omdat de ander zegt wat ik daar nou mee bedoel? Er zit waar in ieder mens, want ik verwacht dat het straks weer normaal is. En ik verwacht dat we dan onszelf weer kunnen zijn. Ik verwacht dat het allemaal snel voorbij is.